Nogmaals aan Blanken naar de ABC Nieuwsdienst. President, u heeft gesproken over instituten versterken. De afgelopen periode, wanneer bepaalde zaken liggen bij de rechter, onder andere de centrale bankiers, hoor je mensen vaak praten en twijfelen van ja, het Openbaar Ministerie, heel wat kritiek op het OM. En men vraagt zich af, vindt er ook een evaluatie plaats geregeld bij het Openbaar Ministerie? Want er zijn twijfels daarover hoe het functioneren is van het OM. Laat me de ruimte nemen. De rechterlijke macht, normaliter als het gaat om rechtszaken, dan zou je heel formeel kunnen opstellen door te stellen. Ja. Dan is er binnen ons rechtssysteem verschillende momenten waarop er een toetsing kan plaatsvinden over het optreden van in dit geval het Openbaar Ministerie. Bij de rechtercommissaris, er kan ook een toetsing plaatsvinden door het Hof van Justitie. Er kunnen nog beroepsmogelijkheden zijn om dat te toetsen, dat is puur formeel. Maar aan de andere kant zijn we ook bezig met overleg met de rechterlijke macht, ook met het Openbaar Ministerie, met de zittende magistratuur. Waarbij wij als regering ook willen dat er binnen die organen er voldoende mechanismen moeten zijn van public relation. Het mag niet zo zijn dat de regering vaak informatie moet komen geven van wat er zich voltrekt bij de rechterlijke macht. Dat is niet goed. Het zijn onafhankelijke instituten. Ze moeten ook hun eigen PR hebben. Ik heb begrepen van de zittende magistratuur dat ze al een PR hebben. En dat die agressiever, actiever ingezet zal worden om met jullie ook goed te communiceren. Zodat jullie ook een aanspreekpunt daar hebben als er vragen zullen zijn. Datzelfde moet ook gelden. Dat is, die opdracht is ook gegeven aan de waarnemend procureur-generaal. Dat ook bij het Openbaar Ministerie een aanspreek moet zijn, een PR-unit moet zijn om informatie te geven aan de samenleving. Van de president van het Hof heb ik begrepen namelijk dat hij binnen het Hof een systeem heeft ontwikkeld, een unit heeft ontwikkeld, waarbij men klachten kan deponeren over rechters. En dat is goed. Zodat ook daar een stukje, laat me zeggen, aanspreekpunt is en mogelijkheid is om zaken te bespreken. We zijn allemaal mensen. Mensen kunnen ook fouten maken. Maar die mogelijkheid moet er zijn van die toetsing. Die veel aan niks te maken heeft met die formele lijn. Die ik net genoemd heb. En dat moet ook bij het Openbare Ministerie zijn. En ja, ik heb begrepen namelijk dat OM al een communicatieunit al heeft. En dat, ja, maar ze moeten vaker komen. Daarvoor zijn journalisten. Ze moeten persconferenties ook beleggen met journalisten over verschillende zaken bij het Openbaar Ministerie. Maar aan de andere kant is het goed dat voor wat betreft de transparantie, voor wat betreft ook het toegang geven van de burger naar die instituten, dat er mechanismen wel gecreëerd moeten worden, ook binnen het Openbaar Ministerie, om zaken te onderzoeken. Maar nogmaals, de regering komt, minister, aanstaande woensdag, wet openbaar bestuur, u bent ready om daarmee te komen. Dan kunnen we alles met de wet openbaar bestuur meenemen, zodat alle organen en instituten onderworpen zullen worden aan bepaling van de wet openbaar bestuur. President, pers, we hebben inderdaad een concept wet openbaarheid van bestuur. En overmorgen wordt dat behandeld binnen de regeringsraadsvergadering. Na aanname gaat het dan via de president naar de staatsraad voor commentaar. En dan vervolgens naar de Nationale Assemblée. Als ik even zou mogen inkomen, heer Roosevelt. Het punt is eigenlijk dat bijvoorbeeld de regering verantwoording moet afleggen. Er wordt geëvalueerd in de Nationale Assemblée. Maar ten aanzien van de rechterlijke macht hoor je heel weinig het OM. En de communicatieunit is er, de communicatie loopt vrijwel goed. Maar het punt is, wordt het OM ook geëvalueerd? Zijn er standaarden gelegd of targets die het OM zou moeten halen? Of zijn er richtlijnen voor het OM waarbij als er misschien twijfels zijn vanuit de samenleving, dat zij ook een klacht kunnen indienen? Ja, in ons midden een gewezen procureur-generaal. Ik weet niet of er ook in dit kader er standaarden zijn. Ik denk dat alle organisatie, dat geldt voor de regering, maar dat geldt voor parastatale, maar dat geldt ook voor alle instituten van de overheid, ook onafhankelijke instituten, er altijd normen moeten zijn om hun performance te beoordelen, maar ook om een stukje verantwoording te kunnen afleggen, transparantie te kunnen hebben. Ik weet niet of gewezen PG hiervoor wat zou kunnen zeggen.
president. Ik ben net als u, meneer Blankendaal, al enige tijd de geïnteresseerde burger. Maar het zou heel goed zijn dat de huidige waarnemend procureur-generaal heel concreet op uw vraag antwoord geeft. Ik weet dat er processen zijn ingezet die moeten leiden tot verbetering in de communicatie met de samenleving. Daar hebben we al wat momenten voor meegemaakt waarbij persofficieren case-gerelateerd informatie verschaffen. Maar ik denk dat voor een breder beeld en wat meer diepgang de waarnemer procureur-generaal daar beter antwoord op kan geven. Dank u wel.